Het is boekjesdag. De leukste dag van de week. Nog helemaal short. Da! Het is wel koud, hè? Ik denk dat een klein beetje overdrijft, maar goed. Overdrijft. Goed voor jou, je hebt geen kou. Maar je lippen zien al blauw. Weet je dat het nog te koud is? Dan zeg je soms dat ik een aansteller ben. Alsjeblieft, liefde van mijn leven. Mag de camera niet wakker staan als ik altijd zo top zit? Safa? Wat? Heb hem. Ah, boer zoekt vrouw, hè? Met een homootje. Jammer dat nog steeds zoveel boeren niet uit de kast durven komen. Van waar komt dat eigenlijk, uit de kast komen? Of was dat niet uit de frigo komen? Dat had ook gekund, maar dat is koud, hè. Uit de verkleedkoffer komen. Dat had wel toepasselijker geweest. Oh, met de koffer met de pluim in de nacht. Koekoe! C'est moi! Gordon en Gerard Joling hebben klinkende ambras. Ik wil niet dat dat ooit met ons gebeurt. Als jij echt in mijn rug naar de VTM gaat, ja, dan... Ik moet je iets vertellen. Nee, maar even, wanneer zou jij echt mij dumpen en zeggen, nu is de vriendschap over? Als jij niet eens zo door het succes of zo een andere mens zou worden. Spierd en slim. Zeg, wanneer is naar dat songfestival? Ze gingen dat toch online doen? Ik denk dat ik een homo ben, dat ik alles kan van Eurosong. Oh, ja, nu... Zeg, als je dat niet weet, dan zeg ik geen echte homo. Hè. Maar vind jij mij vrouwelijk? Soms, hè. Toen niet. Oeh, oeh, oeh. Ja. Kijk maar. Nee, nee. Ja, dat is wel niet de kant. Nee. Ah, ik ben bang. Nee, 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 dat kan ik niet. Ja. Buiten dat, hoe ziet het bij mij? Nee, zo gewoon niet, denk ik. Ik zie dat ook niet bij u. Gaan we eens toveren? Moet ik eens een tovertruc leren? Ja. Jij bent het leidend voorwerp. Ik ben altijd het leidend voorwerp. Nee, voor. Maar bedoel, je kunt je dan doen op feestjes en partijen. Mensen thuis gaan denken, Copperfield, ha! Ik snap mijn voeten niet. Ja, die moeten weg. Gaat die schoon recht zitten dan? Nee, gewoon recht. Dat is goed, hè. Ik kan echt. Ik ben nu niet heel dik. Ja, ik ga niet recht. Sorry. Magic! De lucht is droog en James komt omhoog. Wow, 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 I'm flying, girl! Oei, 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 weet je wat ik al vrij goed ben? En dat ik altijd heb onthouden, dat zijn de hoofdsteden. Dus als ik iets zeg, boom, dan zeg je... Oh, boom. Bulgarije. Bulgarije? Sofia. Hongarije? Budapest. Ja. Ja, maar ook zo de zotste. Ik heb je dan een keer opgezet. IJsland. Dat is Reykjavik. Ah, dat is niet Reykjavik? Ja. Portugal. Lissabon. Lissabon, juist. Dat is schone venten daar. Ja? Ja, amai. Weet je dat ik die nog allemaal heb geleerd voor de slimste mens? Is dat? Ja. Nou, die ken ik wel allemaal. Ja. Merci, hè. Dat doofje, dat is echt zo. Welkom bij de laatste aflevering van Is dit nu... Oefenen, of... Maar het gaan oefenen of wat gaan we bezig? Wat doen? Dat had ik nog niet juist. Ja, maar ik was het niet gezien. We spelen een spel vandaag. Daar was ik al bang voor. Ja. Jij hebt een pot met watten, ik heb een pot met watten. Watten? Corona, hè? Watten. Een pot met watten. Oh. Bedoeling is dat je een beetje vaseline aan je neusje doet. Je moet proberen om binnen de minuut 5 van die watten in die pot daar te krijgen. 3, 2, 1, start. Misschien een keer. Oh my god, dit is de eerste keer. Dat ik binnen een minuut spelletje ga halen. Ja, zeker. Gemakkelijk, gemakkelijk. Oh nee, kom aan, toch niet de laatste. Nee, naar die toe. Oh nee. Jawel, kom aan, het kan nog hoor. Kom aan! Nee!
Stop. Nee! Je wordt er. Je wordt er. Is echt waar. Start. Is niet waar, hè? 5, 4, 3, 2... Amai. Spannend, hè? Just binnen een tijd. Dat geeft toch altijd een goed gevoel, hè? Nero. Gaat ie lekker? Ga je lekker zwemmen? Vandaag bellen we fans. Ter attentie van James Cooks. Oh, beste James. Via deze weg wil ik u vragen of het mogelijk is om haar eens te verrassen. Mocht je een beetje tijd hebben, dan is dit haar gsm-nummer. Gaan we bellen? Ah ja, bel een keer, hè, ja. Dat is nu wel jammer. Ja, als die nu zitten zien, amai. Wat heb je nu teruggestuurd? Alleen Gert en James. Ze vroeg wie is het, Gert en James? Maar die gelooft dat niet, hè. Dat toch. Dan denk je, ja, dat is een foto dat ze ergens uit een boekje hebben gepakt. Doe eens even normaal, die geloof ik niet. Neemt geen die gsm op. Dikke kus van James en van... Gert, en doe eens even normaal, zeg. We hebben alles geprobeerd, schat. Het enige wat we nog hadden kunnen doen, is naar je huis kruipen en dan door de brievenbus naar binnen glippen, maar... Allee. Dag, Yannick. Wie is dat nu? Ik heb een kleine verrassing voor jou, Yannick. Want ik heb gehoord dat jij je een beetje zorgen maakt over Gertje van Gert en Samson. Hij denkt dat hem gebotst is en dat hem dood is. Maar nee, Yannick. Nee. Gertje is springlevend. Springlevend? Kijk, ik beweeg nog naar alle kanten en alles. Weet je, Yannick, hoe dat we dat gaan bewijzen? Door een klein liedje te zingen. Here we go. Zijn je zorgen nog zo groot of klein? Als het moet, zal ik er voor je zijn. Dikke kus, Yannick. Dadaa.